Voor het snijden van een paprika verwijder ik eerst altijd de bovenkant van de paprika. Dan haal ik de zaadlijst eruit. En daarna haal ik dat groene stukje, het stokje, haal ik nog uit de bovenkant. Want zo heb je nul verspilling van je paprika. En daarna snij ik hem in kleine blokjes.